Hallo jongens en meisjes, dames en heren. Tof dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik het uilenspel uitleggen. Je kan het spelen met 2 tot 5 spelers. En er zitten 60 kaarten in het spel. Degene die aan het einde van het potje de meeste kaarten heeft, wint. Je moet met dit spel je kleuren combineren. Dus op het begin heb je een stapel en dan draai je de eerste kaart om. Dan pak je 3 kaarten voor in je hand. En dan moet je kijken of je met iets kan combineren. Dus dan kan deze roze en oranje bij groen en oranje. Dus die kan ik ernaast leggen. Er mogen elke keer maar 3 kaarten liggen. Dan kan ik die leggen. Dat is oranje en oranje. Die matcht weer met het middelste en de zijkant. Je mag ook de kaarten verschuiven. Dus ik heb hier groen en roze. Dus als ik die daarheen doe en die daar, dan kan ik roze en roze matchen. En dan zou ik die kaart krijgen. Nou, als je dit uiteindelijk heel lang speelt met z'n 2, 3, 4 of 5, dan tel je wie de meeste kaarten heeft. Dus ik kan nu verder, dat is oranje en oranje. En dan kan ik roze en roze. Dan kan ik die 2 wisselen. En dan kan ik paars en paars doen. Ja? En zo kan je de hele tijd verder gaan. Je moet minimaal 1 kleur dezelfde hebben. Dus dan zou het nu weer paars en paars zijn. Oranje en oranje. En paars en paars. Nou, zo kan je de hele tijd doorgaan. En dat kan wel even duren. Je mag de hele tijd maar 1, 2 of 3 kaarten leggen. Dus als je alles uit hebt gespeeld, dan mag je het stapeltje houden waar je de kaart laatst op hebt gelegd. Maar dan mag je niet nog een keer, maar dan moet je bij anderen. Dan mag de andere speler weer. Oké? Nou, vonden jullie deze video nou leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Vond je deze video nou super leuk? Abonneer dan hieronder op ons kanaal. En als je dit nou wil kopen, er staat een linkje in de beschrijving. Doei!